Wat we nu mee bezig zijn, is een 24-uur gaming stream voor het goede doel. Autisme Experience. Wat wij doen is sociaal gamen stimuleren. Het gaat niet altijd om competitie. Wij geloven dat het gaat om mensen met elkaar verbinden. We geloven daar heel heilig in. En hierachter demonstreren we dat ook. Dat het heel gezellig kan zijn om samen bijeen te komen en een hobby uit te voeren. En dat willen we nu dus gaan combineren met geld inzamelen voor de mooie stichting. En waar Autisme Experience zich mee bezighoudt is bewustwording vergroten voor mensen die autisme hebben en de kloof verkleinen voor de mensen die het niet hebben. Tof dat we dit vandaag doen. De combinatie Ruby Games en de stichting Autisme Experience. Gamen voor het goede doel. Belangrijk het creëren van bewustwording van autisme. Maar dat is iets wat de stichting mee bezig is op dit moment. Dat is de doelstelling van de stichting. Dat is onze doelstelling. Ja, de wereld bewuster maken van autisme. Ik heb een zoon met een autismestoornis. Die is 10 jaar oud. En ik gun hem een wereld waarin wat meer bekendheid is over het autisme. En niet alleen maar het bekende beeld van een Rain Man, wat ik wel eens hoor. Of een Kees Mondema die ooit het nieuws is geweest. Ik gun een breder beeld dan alleen maar de bekende stigma's. En hoe zou je dat kunnen gaan bevorderen, dat dat beeld breder wordt voor het gewone publiek? Door zoveel mogelijk ons verhaal te vertellen. Mijn verhaal te mogen vertellen, vind ik heel belangrijk. Mijn zoon heeft nu een interview draaien in de Brain on Wheels, een caravan die we hebben events neerzetten. Je stapt als het ware in het brein van iemand met autisme. Er wordt een filmpje gedraaid en dan heb je de mogelijkheid om erover te praten en te vertellen. Vandaag gaan we verschillende dingen doen. We zijn tot 6 uur hier in de bibliotheek. Gaan we voornamelijk Nintendo spellen doen. Vanaf 6 uur tot middernacht zijn we in Special Edition op de Spuiweg. Een manga speciaalzaak, echt super Japans, past ook goed bij de doelgroep. En vanaf middernacht tot 12 uur morgenochtend, zeg maar, zitten we in Door aan de Spuiboulevard. En dan gaan we van alle soorten games doen, ook competitief en ook overzees. Want dan zijn ze daar weer wakker natuurlijk. En de mensen die nu die stream zitten te kijken, kunnen die ook meespelen? Kunnen meespelen. We hebben een online community, in een Discord server heet dat. Daarmee kan je eigenlijk live meetypen, ook al zit je niet in de stream. Maar dan kun je ook de voice chat in, dan kunnen we op die manier contact houden en kunnen ze aangeven, ik wil ook meespelen. Vandaag doen we dat ook, dat we dan ook vragen, hey, doneer dan ook gelijk, want dan is het makkelijker. Ze kunnen gewoon meespelen en dan zetten we de voice chat ook aan en kunnen gelijk meebabbelen. Nou, er wordt hier gegamed voor het goede doel, om de stichting, om geld binnen te krijgen voor de stichting. Ja. Want wat willen jullie met wat gaan jullie met het geld doen uiteindelijk? Ons grote doel is om een experience center neer te zetten. Een centrum in de gemeente Dordrecht bij voorkeur, waar mensen autisme kunnen ervaren. En zo'n centrum zou echt de kern zijn van onze doelstelling. En dan kunnen we van daaruit ons verhaal weer veel breder naar buiten dragen. Maar daar hebben we ook een hart van waar we uit opereren. Is er al zo'n centrum hier in Nederland? Nee, naar ons weten is er zelfs voor mij in Europa nog niet zo'n centrum. Dus het zou een hele mooie, waardevolle aanvulling zijn voor Dordrecht, voor Nederland en voor iedereen. Het zou een unieke aangelegenheid zijn. Een unieke kans, denk ik, ook voor de gemeente Dordrecht om daar iets mee te doen. Want uiteindelijk zijn we een landelijke stichting. Ons verhaal gaat ook landelijk. Een van onze medebestuurders, Francesco, zit inmiddels in de halve finale van We Want More. Ook daar wordt autisme belicht op een mooie manier. RTL Boulevard pakt dat op. Dus ja, we opereren landelijk. Maar ons hart blijft wel daar waar ons centrum staat. En wat mij betreft is dat de gemeente Dordrecht. Ik zou zeggen, succes. Thanks. Ik heb er al zin in, maar ik heb er nog veel meer zin in de rest van de dag. En ik moet nog even. Dus komt helemaal goed. Sterker. Thanks. Super.